Het RIVM voorziet problemen in de watervoorziening. Wachttijden voor sociale huurwoning openbaar gemaakt. En Nijmegenaar danst met etalagepop op WK in Polen. Volgens het RIVM dreigen op korte en lange termijn problemen te komen in de levering van drinkwater. Dit komt mede door de vele nieuwe huizen die gemaakt worden om de woningnood tegen te gaan. Vitens, het waterbedrijf dat in onze regio voor drinkwater zorgt, voorziet ook in onze regio problemen. Alhoewel... Het klinkt dramatischer dan het is. Wij zijn een bedrijf dat op een hele langdurige periodes denkt. En dus tientallen jaren. En wij zoeken naar nieuwe windlocaties, zodat we in de toekomst ook voldoende water kunnen blijven leveren. Nou, er is heel veel water in de Nederlandse bodem. Alleen dat mogen we niet overal eruit halen. Daarvoor heb je een vergunning nodig. Dat heet een waterwindvergunning. En nu is het zo dat de Nederlandse bevolking toch blijft groeien. In het verleden werd gedacht van nou, dat loopt een keer wat naar beneden. Dat blijft stabiel en gaat dalen. Maar dat is niet zo. En dat betekent dat wij nu ook weer extra aan de bak moeten. Door onder andere deze bevolkingsgroei is er dus meer drinkwater nodig om ervoor te zorgen dat iedereen hiervan gebruik kan maken. De manier waarop Vitens voor drinkwater zorgt in deze regio verschilt tegenover die van de andere kant van het land. Het heeft vooral met de bodem te maken en de bron die we gebruiken. We gebruiken grondwater als bron om drinkwater te maken. In West-Nederland bijvoorbeeld heb je is de bron de rivier en dan wordt daar via de duinen drinkwater van gemaakt. En hier in het rivierengebied, in de regio Nijmegen, heb je fantastische watervoerende lagen waar heel veel water in zit. Maar we mogen natuurlijk niet zomaar overal water eruit halen, we moeten ook goed naar de effecten kijken. Omdat er goed naar de effecten moet worden gekeken, kijkt Vitens samen met de provincie en waterschappen welke plekken hiervoor geschikt zijn. Die plekken worden ook wel reserveringsgebieden genoemd. Nou, die reserveringsgebieden zijn vooral in het buitengebied, waar ook in de toekomst in ieder geval geen woningbouwplannen zijn of andere grootschalige plannen. Die gebieden zijn nog best groot, dus daar gaan we inzoomen en kijken waar we het beste plekje kunnen vinden. Dus we weten dat nu ook nog niet precies, maar het is een zoektocht wat tiental jaren misschien wel gaat duren. En heel geleidelijk aan komen tot het punt dat we weer een nieuwe locatie krijgen. Het kan nog wel even duren voordat we zeker weten dat er ook in de toekomst genoeg drinkwater is. Tot die tijd hoeven we ons volgens Volkers geen zorgen te maken over een tekort aan drinkwater. Voorlopig kun je dus nog met een gerust hart van het water uit de kraan genieten. Een 33-jarige man uit Lent is dinsdag veroordeeld tot 4 jaar en 9 maanden cel voor drugsmokkel en handel. De man was tussen december 2019 en juni 2020 samen met anderen betrokken bij de invoer van 200 kilo cocaïne vanuit Zuid-Amerika in Nederland. Ook deed hij tussen maart 2022 en juli 2020 een poging om samen met anderen 637 kilo cocaïne ons land in te voeren. Verder verkocht de Lentenaar in 2020 samen met anderen in totaal 41 kilo cocaïne. Daarna zat de man in een woning een pistool en munitie liggen. Recreatiebedrijf Leisurelands wil 6 ton investeren in recreatiegebied Groene Heuvels bij Ewijk. Dat gebeurt vooral in verduurzaming, vergroening en biodiversiteit. Daarnaast steekt men geld in de faciliteiten voor dagrecreanten, zoals toiletgebouwen en aankleding van het terrein. Het college van BMW van Beuningen heeft onlangs in een brief aan de gemeenteraad uitleg gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de Groene Heuvels. Leisurelands is een recreatieonderneming die 19 recreatiegebieden beheert in Gelderland en Noord-Limburg. In de regio Nijmegen vallen daar onder andere de Berendonk, Groene Heuvels en Wijlenmeer onder. De gemeente Wijchen heeft geen idee hoeveel gemeentelijke grond er in de afgelopen 5 jaar onterecht in gebruik is geweest door inwoners. Ook is niet te herleiden hoeveel geld de gemeente heeft misgelopen door niet geïnde huur. Het onterecht in gebruik nemen van land wordt landjepik genoemd. Het college wil die term overigens wel nuanceren als het gaat om onrechtmatig grondgebruik. Soms wordt er gebruik gemaakt van gemeentegrond, maar er zijn ook situaties waarbij de gebruiker zich hier niet van bewust is. Iedere maand neemt de wachttijd voor een sociale huurwoning in de regio Arnhem-Nijmegen met meer dan een maand toe. Nijmegenaar Jasper Hol heeft een website gemaakt waarop al die cijfers genoemd zijn, uit pure frustratie, want de officiële instanties wilden die cijfers maar niet verstrekken.
Zelf heeft Jasper Hol nog geluk. Via een loting kon hij hier terecht, maar veel van zijn vrienden hebben het minder getroffen. Die hebben zichzelf sinds hun 18e ingeschreven en hebben nog steeds een enkele kans op een woning via Entree. En waar wonen ze dan? Dat zijn of nog studentenkamertjes of die zijn weer teruggetrokken bij hun ouders. De samenwerkende woningcorporaties wilden geen totaal overzicht geven van de oplopende wachttijden. Maar data-expert Jasper wist die toch te verzamelen en te bundelen op deze website. En daar komen best wel schrikbare conclusies uit. Dus de algemene conclusie is dat in regio Arnhem-Nijmegen de gemiddelde wachttijd 22,6 jaar is. Volgens de SP Nijmegen is dat logisch omdat slechts 30% van de nieuwbouw voor woningcorporaties is. Dus starters als Jasper blijven achter het net vissen. We hebben enorme wachttijden hier in Nijmegen, dat is natuurlijk bekend. We staan gewoon in de top 5 in Nederland. En vervolgens gaan ze nu naar 30%, dat is het beleid. Terwijl we gewoon eerst de wachtlijst moeten wegwerken. De basis moet goed zijn. En dat betekent gewoon dat we een inhaalslag moeten maken met bouwen. Jasper heeft zijn website al laten zien aan verschillende politieke partijen in het Rijk van Nijmegen. Ik hoop dat in ieder geval gemeentefracties dit zien en het probleem nog hoger op de agenda zetten dan dat het nu al staat. Ja, dan kijken we weer even naar de sociale media. Deze woensdag is het de landelijke dag tegen pesten. En in aanloop daarnaartoe heeft de Beuningse kinderburgemeester maandag perenbomen uitgedeeld aan basisscholen in de gemeente Beuningen. Of zoals hij het zelf noemt, een toffe perenboom. Het is bedoeld om pesten bespreekbaar te maken. Ook Politie Nijmegen plaatst op Instagram een bericht over dit onderwerp. Vanavond en donderdagavond is er namelijk een online themachat over pesten. Tussen 7 en 9 zit de politie klaar om al je vragen te beantwoorden over pesten. En het Kandinsky College in Nijmegen laat weten dat er een aantal VWO 5 leerlingen momenteel in Zuid-Afrika is. Ze bezoeken hier een aantal zeer leerzame plekken. Zo hebben ze inmiddels op safari 4 van de Big 5 gezien en was er een trip naar Robben-eiland. Nijmegenaar Taner Tabak vertegenwoordigt Nederland binnenkort op een wel heel bijzondere manier tijdens het World Dance Championship in Warschau. Taner doet wedstrijden in verschillende dansstijlen en in principe allemaal solo, behalve bij de Caribbean stijl. Die dans doet hij samen met zijn etalagepop, Linda. Linda staat zo als mijn poppetje en dan kom ik van hier, ik leg mijn bloemetje, ik kom naast jou en dan doe ik dit en dan draai ik, natuurlijk heb je wieltjes en dan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, kijk. Dansdocent Taner doet eind april mee aan het WK dansen in Polen. De Nijmegenaar hoopt successen te boeken met de stijlen salsa, bachata, marengo en Caribbean stijl. En die laatste doet hij samen met zijn etalagepop Linda van de Lindenberg. Het idee ontstond tijdens corona toen Taner wilde oefenen met dansen en uiteindelijk een partner vond in Linda. Het voordeel van met een pop te dansen is dat een pop accepteert geen fout. Een echte danspartner kan alles improviseren en zegt tegen ja, oké, we kunnen dit corrigeren. Maar met een pop heb je geen kans om fout te maken. Dus voor perfectionisme, een pop is ideaal. Taner heeft Linda niet overgekocht van bijvoorbeeld een kledingwinkel. Door het verzamelen heeft hij Linda, samen met zijn vriendin, in elkaar gezet. Om ervoor te zorgen dat de pop makkelijk beweegt, zitten er wieltjes onder de voeten. Het is overigens niet voor het eerst dat Taner met Linda meedoet aan een wedstrijd. De Nijmegenaar had eerder dit jaar al de 2e, 3e en 9e plekken gewonnen in zijn categorieën op een ander WK. Ook nu heeft Taner er weer veel zin in. Heel veel landen doen mee, Nederland ook. Maar van Nederland alleen één iemand gaat meedoen. En dat ben jij. Ja. Ik vind het heel leuk, maar aan de andere kant zou ik een team hebben. Met een team, een nationaal team, zouden wij daar gaan. Net als Tsjechië, Polen, Duitsland, België. Voor een volgende WK hoopt Taner met een team te gaan. Maar nu eerst alleen met Linda, die op dit moment al onderweg is via een vracht. Linda is hier nu niet, maar ik zou het wel ontzettend leuk vinden als je een stukje van jouw dans zou kunnen laten zien. Vind je het goed als ik eventjes voor Linda ga spelen? Prima, dat gaan we proberen.
Het gebeurt niet vaak, maar weerkundigen hebben massaal een foutje gemaakt. Door een zeldzame windstroom blijkt het deze week toch niet zo'n mooi weer te worden als vooraf werd voorspeld. Maar niet getreurd, de schade valt mee en uiteindelijk wordt het alsnog prima weer op de lange termijn. Morgen bijvoorbeeld is het alvast een prima dag. Het blijft droog, de zon komt er regelmatig aan te pas en het wordt zo'n 15 graden. Dan het zure gedeelte. Donderdag en vrijdag zou het aanvankelijk 20 graden worden, maar dat blijkt op de donderdag slechts 11 graden te moeten zijn en op vrijdag 16. Ook is de kans op een klein buitje niet uitgesloten. Een kleine goedmaker is dat het zaterdag zo'n 19 graden belooft te worden. Toch even één dagje genieten dus. Dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je terecht op onze website rn7.nl. En alle reportages zijn terug te vinden op onze YouTube-kanaal RN7 Online. Heb je zelf een tip voor onze nieuwsredactie? Stuur dan een mail naar redactie@rn7.nl. Graag tot morgen.